Stitch Red Kerstmis. Er was eens een groep kinderen. Ze waren in het bos aan het spelen, maar opeens zagen ze iets glimmen. Ze waren nieuwsgierig, dus gingen ze er naartoe. Ze zagen een oud paars portaal. Ze vertrouwden het niet, maar gingen er toch in. Ze kwamen terecht in de Noordpool. Ze zagen licht en toen ze dichter kwamen, zagen ze de kerstman en zijn hulpje was Stitch. De kerstman zei, als jullie de cadeautjes vangen die de vogel laat vallen, dan krijg je Stitch als huisdier. De kinderen begonnen direct de cadeautjes te vangen, maar opeens vielen de kinderen in een heel diepe put. Daar zagen ze een groep kwaadaardige rode Stitchen die daar leefden en die een plan voorbereidden om Kerstmis te vernietigen. Stitch zag dat de kinderen in een diepe put zaten, dus redde hij de kinderen. De kinderen zeiden dat ze een groep kwaadaardige rode Stitchen hadden gezien. Ze zeiden dat ze een plan hadden, maar wisten niet wat. Die nacht was het kerstmis en hielpen de kinderen de kerstman met pakjes uitdelen. Als ze de slee wilden gebruiken, zagen ze de rode Stitchen die de slee en Rudolf wilden stelen. Stitch en de kinderen stopten de rode Stitchen. Zo hebben ze Kerstmis gered. Omdat jullie Rudolf en de slee hebben gered, geef ik jullie Stitch en een rit terug naar huis. Iedereen was blij na dit gekke avontuur. Einde.